Salut les prods Bipost, je me présente, moi c'est Mr. Beep. Het maakte onderdeel uit deze video van een bredere sensibiliseringscampagne. Ik bescherm jou, jij beschermt mij naar aanleiding van de COVID-maatregelen op de werkvloer. Het inzetten van humor kan daarbij één van de aspecten zijn, naast informatie, naast breed mensen sensibiliseren, om op langere termijn effect te creëren. Voor deze video hebben we gekozen voor acteurs, omdat het toch een specifiek YouTube-formule is waar dat je toch moet op kunnen inspelen. Toch een professioneel die daarmee om kan gaan. We hebben er dus voor gekozen ook om eigenlijk een reeks te maken van verschillende opeenvolgende video's. En dat creëert ook een teasing effect en creëert ook de goesting om de volgende episode te gaan ontdekken. En dan krijg je een mooi multiplicator effect en je merkt dat ook in de impact dat het creëert. Napoli. Mensen die niet geconnecteerd zijn via e-mail, die kregen via hun cascadestrategie die wij toch altijd ook inzetten voor om hen te bereiken via hun manager, via de schermen en via andere mogelijke manieren ook de informatie, de video die zij moesten te pakken krijgen. Maar we zijn vertrokken eigenlijk vanuit een nieuwsbrief, met een leesheating map, waarbij dat we ook goed weten op welke positie op die nieuwsbrief moeten we ze inplanten, opdat de mensen zeker zouden klikken. Je te protège, tu me protèges, on protège les clients.